Goedenavond, welkom bij de Groninger Ondernemingsprijs 2020. Vanuit bomvol Martini Plaza. Dat had ik graag willen zeggen. Zo gaat het elk jaar bij de Groninger Ondernemingsprijs, de finale, Winfried. Ja. Maar nu staan we hier, ja. In een akelig leeg Martini Plaza. Hoe voelt dat? Nou, heel bijzonder. Gek, hè? Ja. Gek. We hebben wel alle ruimte, dus ik zou zeggen, neem plaats. Wij gaan erbij zitten. Ja, en we gaan het erover hebben. Het heeft niet zo mogen zijn. We weten de reden allemaal. Hebben jullie als bestuur stilgezet? Nou ja, we hebben natuurlijk eerst een besluit moeten nemen van wat gaan we doen met de Groningen Ondernemingsprijs. Toen hebben we de beslissing genomen om geen prijs dit jaar uit te gaan reiken. Want wij vonden dat de ondernemers, de bedrijven, moesten bezig zijn en waren ook bezig met survival. We hoorden na verloop van tijd natuurlijk wel dat er een soort nieuwe werkelijkheid ging ontstaan. Wat betekent dat voor bedrijven, wat betekent dat voor overheden, voor scholen, voor zorg? En dat maakte ook dat we dachten van, het zou natuurlijk iets prachtigs zijn over de Groningen Ondernemingsprijs te gaan praten met elkaar. Zullen we eerst nog even teruggaan? Het had vandaag ook een feestelijke avond moeten zijn. Die finale van de Groninger Ondernemingsprijs, zo ging het de afgelopen jaren. Samen een bedrijf neerzetten die wereldwijd gekend wordt. Dat mensen naar Noord-Nederland komen en ook mensen een baan hebben, dat doet mij niet. Dat is gaaf. Ja, het blijft elk jaar weer een feestje om bij te zijn, vind je? Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, wat ik elke keer meemaak is de spanning op zo'n avond. Je kent natuurlijk de drie finalisten inmiddels. Je weet wat voor bedrijven het zijn. En dan komt de spanning van wie gaat nu winnen. En dat is ook iets wat ik niet weet. Het is een prachtige avond om bij te zijn. En het is natuurlijk in de afgelopen jaren wel steeds ook meegegroeid. Elk jaar komt er wel wat nieuws bij. Want dat vind je ook als ondernemingsprijs, als bestuur daarvan. Is het voor jullie ook belangrijk om ook groei te laten zien? Ja, en in ieder geval groei in de zin van dat je steeds meer probeert duidelijk te maken wat voor prachtige bedrijven we in de provincie en in de stad hebben. En dat is ook de reden bijvoorbeeld dat de ambassadeurs van Groningen ook ons sponsoren om films te maken van alle genomineerden. En als je 5 jaar achter elkaar ziet, dan zie je nu 50 prachtige bedrijven. Goed, om bij alle 50 bedrijven langs te gaan, Winfried, dat ging ik niet redden in de tijd. Ik kon wel tijd vinden om bij de drie finalisten van het vorig jaar langs te gaan. Eerste adres op Knol, Vitec, de winnaar, de laatste winnaar van de Groninger Ondernemingsprijs, vorig jaar dus 2019. Hoe is het hun vergaan in het afgelopen jaar? Hier staat hij dus, de Groninger Ondernemingsprijs 2019. Wat heeft dat sinds dat moment voor jullie gebracht? Het personeel staat in de kantine het te vieren, dus we hebben tot late uurtjes gevierd. Maar ook daarna 10.000 bezoekers op onze Instagram, op onze sites. Het ging de hele wereld over. Maar ook de omgeving, heel straks na was trots dat wij deze bokaal hier op deze balie hebben staan. Het bedrijf staat in de wereld en heeft ook over de wereld contacten. En met social media gaat dat heel snel. Je zei net ook, er was een oud studiegenoot van jou, die werkt nu bij Apple. Ja. Die had ook via social media had hij gezien van, hey, die Groningen Ondernemingsprijs hebben ze gewonnen. Is er contact gelegd met vervolgens weer hele leuke andere contacten? Ja, dat is in deze tijd wat lastig natuurlijk om allerlei contacten nu te hebben. Hè? Maar er is zeker gezegd van, we doen jullie mooie dingen, ook de medische producten die we maken. Ja. En kunnen daar niet gewoon eens van gedachten wisten wat we samen daarin kunnen doen. We zitten in de coronacrisis sinds maart. Hoe gaat het met jullie? We krijgen eigenlijk nog steeds voldoende werk. Je ziet een beetje een vraag die niet gelijkmatig is. Met horten en stoten, meer vraag, minder vraag. We hebben inmiddels 3 nieuwe machines geïnvesteerd. Ik denk 10 nieuwe personeelsleden aangenomen. Dus de groei gaat gewoon door. Iets minder snel als de laatste 2 jaar. Maar nog wel groei. Maar groei is gewoon door, ja. Wat is de nieuwe economische realiteit? Komt er een nieuwe economische realiteit door deze crisis?
Ja, die wordt versneld. Veel van onze grote klanten, multinationals, zoeken al jarenlang naar productielocaties. Ja. Waar zijn mensen op te leiden? Waar is ruimte? Nou, dat is hier in Noord-Nederland. Ze zeggen al 5, 6 jaar van er komt werk terug uit laaglonenlanden. En dat gaat nu versneld plaatsvinden. Omdat men gezien heeft wat de afhankelijkheid was van bijvoorbeeld China. Dat biedt een enorme kans. Toch wel een hele trotse, het straalt eraf, een hele trotse Erik Vos van WeTech. Dankjewel Erik. Ik stap in de auto, ik rijd door, ik ga eens even kijken in Groningen. Met een ringweg op de achtergrond in de stad ben ik onderweg naar 365 Werk. Die zitten hier in dit pand aan de Osloweg, nummer 49. En als het goed is, staat Wies daar binnen. Wat heeft de ondernemingsprijs vorig jaar? Je was een van de 3 finalisten. Ja. Wat heeft dat betekend? Heeft het iets betekend voor jullie als bedrijf? Dus mensen willen graag met succesvolle bedrijven samenwerken, met succesvolle mensen. En ergens plakt dat bij opdrachtgevers, bij prospects, bij medewerkers die hartstikke trots zijn. Ik denk zelf altijd, ja, het is nog precies hetzelfde als die week daarvoor toen je dat nog niet had. Maar toch doet het iets in beleving. Uitzendbureaus hebben het in deze coronacrisis zwaar. Dat is wat we veelal horen. Geldt dat ook voor jullie? Ja, we zijn in die eerste lockdown iets van 60% van onze omzet meteen kwijtgeraakt. Horeca, evenementen, maar ook evenementen schoonmaak. En tot het moment dat we echt zeker wisten hoe die NOE zou werken, hoe dat zou uitpakken, dacht ik wel, nou, of dit goed komt, hoe lang houden we dit vol? Elke week weer die verloning werd ik gewoon echt misselijk. Omdat je dan gewoon weet van, er gaat zoveel geld uit en er komt niks binnen. Maar goed, dan woon je gelukkig in Nederland. Hè? Dan hebben we de Nederlandse overheid en dus we zijn wel gesteund. En de tweede periode gingen we eigenlijk weer heel goed. Was de horeca open, hadden we heel veel nieuwe opdrachtgevers aangesloten. Distributiecentra, supermarkten, nu ook zorginstellingen. Dat is dan ook het geluk. We zijn een uitzendbureau, we hadden al meerdere sectoren. We deden ook al die andere dingen en die konden we nog veel groter maken. Op een gegeven moment vlogen de prospects ons om de oren in april, mei. Dat gebeurt alleen als je heel snel kan aanpassen, heel snel kan reageren. Ik zou heel trots zijn als we dus dit jaar weer dezelfde omzet hebben als vorig jaar. En dat hebben we nog geen 1 jaar gehad. We groeien elk jaar met 80, 90, 100%. En nu hebben we in 1 keer een balansjaar. Maar je bent er nog. We zijn er nog en daar ben ik trots op. Ja, zeker. Ja. Al dus een hele eerlijke Wies van Slot. Dankjewel Wies. Alsjeblieft. Ik stap weer in de auto. Ik ga door. Ik ga naar het noorden, richting Zoutkamp. Op een prachtige hoge laand. Door het Lauwersmeer. En de lucht van genoot. Ik weet nog, vorig jaar tijdens de pitch en ook tijdens de finaleavond ging het onder andere over de garnalen die richting de supermarkten verkocht worden. De horeca ligt nu enorm op zijn gat. Wat merken jullie ervan? Ja, dat is ongelooflijk. Ik bedoel, in maart van de een op de andere dag viel de verkoop aan de horeca weg. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en in Italië, heel Europa. Wij hebben het geluk dat wij een spreiding hebben. De horeca, food service is heel belangrijk voor ons. Maar 70% van onze omzet is retail. En de retail omzet, die ging hard omhoog. Een gigaklus voor de hele organisatie. Dus ook een compliment voor de hele ploeg, hoe we dat met elkaar van elkaar hebben gekregen. De Noordzee-garnalen die worden natuurlijk hier gevangen, maar gepeld door Brokken nog steeds. Ja. Op een gegeven moment is de pelcapaciteit met 80% in elkaar gezakt. Ja, dat betekent dat er een tekort is aan bijvoorbeeld aan gepelde Noordzee-garnalen gedurende de hele zomer. Dat heeft tot grote uitdaging geleid. Dus hebben wij heel veel moeten schakelen om genoeg garnalen op tijd te krijgen. Want ja, de schappen moeten wel gevuld zijn. Als we even kijken naar die Groninger ondernemingsprijs, Dirk-Jan. Hoe is het gevallen hier binnen het bedrijf? Onze mensen die hebben het echt gevolgd, het hele proces. Het zorgt ervoor dat de mensen een nog sterker identiteit met het bedrijf krijgen. Hijploeg is natuurlijk een begrip hier in Noord-Groningen. Maar het is niet verkeerd om als bedrijf jezelf ook een keer in focus te zetten. Al dus een trotse Dirk-Jan Paddelevliet van Hijploeg. Ja, 3 heel verschillende bedrijven weer, Friet, hè? Waar ook de uitwerking van de coronacrisis zichtbaar is. En het is ook mooi om te zien dat iedereen op zijn eigen manier daarmee omgaat. En dat je vanuit desperaatheid ineens weer nieuwe ideeën kunt ontwikkelen. Het
Het is ook mooi om te zien dat we als Groningen Ondernemingsprijs tot in Silicon Valley bekend zijn. Daar glim je door, hè? Ja. Ja. Er komt ook een partij trots over. Ja, maar dat is natuurlijk ook prachtig om te zien wat het A doet voor je eigen personeel. Maar ook dat de buitenwereld daar altijd zo positief op reageert. Daarover nadenken, die coronacrisis, die hakt erin bij veel bedrijven. De Groningen Ondernemingsprijs werkt natuurlijk samen met organisaties, verschillende bedrijven. Ja. Juist in het afgelopen jaar zijn we als bestuur veel dichter bij elkaar gekomen, ook qua sponsoren, omdat je ineens heel iets anders met elkaar moet gaan doen. En ik ben dan ook heel erg blij dat alle sponsoren bij ons zijn gebleven. Ondanks het feit natuurlijk dat sommigen het heel erg moeilijk hebben. Twee van die sponsoren zijn onder andere de provincie en ook de gemeente Groningen. Ja. Daar ben ik even langs geweest. Ja. Allereerst ging ik op bezoek bij de wethouder van de gemeente Groningen, Paul de Rook. Als je wethouder van EZ en cultuur bent, wat ik allebei een portefeuille heb, dan is een heel groot deel van je agenda is ook een opening en een voorstelling en een diner en een samenkomst en een MKB-avond met ondernemers. Dus is het werk wel minder leuk geworden? Het is wel echt een stuk saaier geworden. Je zit dicht bij het vuur. Wat verwacht je voor het komend jaar? En wat ik hoop is dat er wel weer voldoende ruimte en flexibiliteit komt, zodat ondernemers uitgedaagd kunnen worden om oplossingen te verzinnen. Overal daar waar ruimte is, is er altijd wel ergens een ondernemer die zegt, oké, maar als ik het dan zo doe of op die manier, dan kan het misschien toch wel op een veilige manier. Volgens mij gaan we nog weer bedrijvigheid nog veel meer waarderen. En laten we kijken hoe we ook van deze periode kunnen leren om ook van de Groningen Ondernemersprijs ook naar de toekomst een nog groter succes te maken. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel, zeg maar. Dankjewel. Ga ik door naar het provinciehuis, naar de gedeputeerde IJzerbrand Rijnsbol. Ik ben natuurlijk als gedeputeerde pas begonnen in maart. Ik vond het wel plezierig om nog een functie aan te nemen om niet achter de geraniums te komen. Maar waarachtig, ik zit erachter. Ik ben voornamelijk thuis. En dat gaat vanaf 's ochtends 8:30 tot soms 's avonds 10:30 door met videocalls. En dat is lastig. Wij proberen als provincie die bedrijfstakken die voor de toekomst heel belangrijk zijn in onze provincie, een flinke hand te helpen. We doen ons uiterste best om de bedrijvigheid, dus de economie, zoveel mogelijk in stand te houden. En gaan ze dat nog zien door middel van andere concrete hulp dan wat ze tot nu toe gekregen hebben? Ja, dat gaat zeker gebeuren. Wij hebben nog 10 miljoen in de zakken die wij binnenkort gaan besteden. En daar zal uit blijken dat wij bepaalde sectoren die het nu heel moeilijk hebben, echt de helpende hand toesteken. Wat zijn positieve highlights van de afgelopen half jaar die je mee gaat nemen? Wij hebben natuurlijk ons in het begin heel veel zorgen gemaakt over een aantal bedrijven en dat is behoorlijk meegevallen. Bijvoorbeeld Chemiepark in Delfzijl. Die beginnen het nu te voelen. Dus dat komt achteraan. En wat is natuurlijk goed gegaan? We hebben als Groningen laten zien dat wij een prachtig mooie provincie zijn voor toerisme. Want die zijn heel veel gasten geweest. Elke crisissituatie die leidt ertoe dat het bed even wordt opgeschud. En dat is niet zo dat je dan hoopt dat er een aantal afvallers zijn, maar je hoopt wel dat degenen die niet levensvatbaar zijn, dat die daadwerkelijk geholpen worden om ook een einde aan hun bedrijvigheid te maken. Ik voorspel, maar ik ben positief ingesteld, Meertmond, dialectmond, Meertmond, wij gaan gewoon weer door op terminale zoals u gewend bent. Gooi er maar een kwartje in en dan komt er van alles in. IJzerbrand Rijnsbol, dankjewel. Ja, een hele interessante periode met bedreigingen, Winfried. Maar ook met kansen. Ook voor de Groninger Ondernemingsprijs. Wij gaan ervan uit dat wat we leren in het afgelopen jaar, dat we dat mee gaan nemen naar een vorm van de nieuwe werkelijkheid in 2021. Dat zal een werkelijkheid zijn die voorlopig blijft bestaan. De nieuwe werkelijkheid die moeten we gaan definiëren. En op grond van die nieuwe definitie starten we half april met een nieuw seizoen Groningen Ondernemingsprijs. Met een finale op 18 november 2021. Zet hem in de agenda dus. Ja, precies. 18 november 2021. De finale van de Groningen Ondernemingsprijs. Winfried, dankjewel.